Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering waarbij we jou meenemen in de politiek. Natuurlijk hebben we weer een statement, komen we meer te weten over de politiek. Ook hebben we dit keer een nieuwtje, maar we beginnen nu eerst met de bezuinigingen. Problemen zijn problemen en benoem ze dan maar, denk ik dan. Wat wij al een jaar weten, dat de begroting 2015, maar ook de komende begrotingen tot 2018... helemaal structureel financieel op orde moeten zijn. We hebben een goed gesprek gehad. We hebben even teruggeblikt op het gesprek met de gedeputeerde. Hij wil dat wij voor de zomer al een bezuinigingsplan hebben opgesteld, waarbij wij uitgaan van eigenlijk het worst case scenario. Dus dat we 19 miljoen moeten gaan bezuinigen. Als het dan toch moet gebeuren, gewoon evenwichtig. Want iedereen in de stad wil best natuurlijk wel een steentje bijdragen. We hebben heel veel dingen in de afgelopen jaren incidenteel opgelost. En dat mag niet. Dat roepen wij al jaren. En dat is nu door de accountant nog een keer bevestigd. Ik denk dat de commissie begroting er wel uitkomt, die zijn wel eensgezins, maar dat er nog een hoop politiek gesteggel weer zal plaatsvinden. En ja, dat, wat daaruit komt is altijd weer afwachten. De wethouder die gaat aan de gedeputeerde vragen of onze eigen normen, de eikpuntennormen, of dat voldoende is ook voor de provincie. En als wij ons daar maar aan houden, dat de provincie dan tevreden is. Vanavond word ik als gemeenteraadslid geïnstalleerd voor de VVD in Amersfoort. Maar dat was toch enige tijd geleden, waren het toch gemeenteraadsverkiezingen? Dus waarom u nu pas dan? Nu dat een fractielid, mijn collega mevrouw Hattie Hetzels, naar het buitenland gaat, komt een plek vrij in de fractie. Dus ik mag haar plek nemen in de raad. Wat hoopt u dan te gaan bereiken in de lokale politiek? Ja, ik geloof heel erg in de liberale kernwaarden, namelijk vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. En ik hoop dat ik komende 3 jaar Amersfoort nog liberaler kan maken. De Provinciale Staten, wat houdt dat in? Provinciale Staten is het parlement van Utrecht, van de provincie Utrecht. En daar worden alle beslissingen genomen die voor de toekomst van Utrecht van belang zijn. Wat wij ook doen is dat we in mei ook de Eerste Kamer zullen kiezen. En dat is een taak die natuurlijk voor de Staten ook van belang is. Iedere week mag een Amersfoortse politicus een statement plaatsen. Deze week is dat Danielle van Wijngaarden van de VVD. Een paar dagen geleden werd bekend uit onderzoek van Chivago dat Amersfoort de beste hotelstad is van Nederland. En al eerder bleek uit onderzoek dat Amersfoort in de top 10 staat van de meest populaire steden in Nederland. Dit is belangrijk, omdat toeristen uit binnen- en buitenland geld in het laadje brengen van de Amersfoortse economie. En de VVD vindt dan ook dat ondanks de komende bezuinigingen er geld moet blijven voor stadspromotie. Omdat dit van belang is voor onze horeca, hoteliers, winkeliers, ondernemers, musea en binnenstad. Heb jij een vraag voor Danielle van Wijngaarden van de VVD? Stuur dan een mailtje naar politiek@kijkeva.nl. Wij staan de Florijnwijk aan het presenteren. De Florijn is een munt, bedoeld voor woningonderhoud. En daarmee kunnen ze een ZZP'er om de hoek kunnen ze inhuren om dezelfde klussen te doen als normaal van de corporatie. Door de initiatiefnemers van de Florijn ben ik vorig jaar al uitgebreid op de hoogte gesteld. En ik vind het prachtig om te zien hoe mensen met elkaar in de wijk ook proberen iets te organiseren. En je ziet hoe dat nu al lukt. Het geld wat normaal over de wijk heen vliegt, dat laten we landen in de wijk. En dat krijgen mensen in eigen beheer. Dus ons doel is dat mensen ook eigenaarschap ontwikkelen voor hun woning. En dat het geld wat normaal aan bedrijven buiten de wijk wordt besteed, dat in de wijk aan ZZP'ers wordt besteed. Met de economie van Amersfoort gaat het niet zo lekker. En als er nou ook nog zo'n Florijn wordt ingebracht, hoe gaat dat dan zich ontwikkelen? Nou, volgens mij gaat het met de economie van Amersfoort in ieder geval steeds beter. En dit is denk ik een beetje heitje voor een karweitje. Dus hoe kun je elkaar helpen en hoe kun je daar iets tegenover zetten? En dit is natuurlijk een prachtig betaalmiddel, wat mensen ook in hun eigen wijk kunnen inzetten om bijvoorbeeld iets mee aan te schaffen. Dus ik vind het juist leuk dat het helemaal buiten de Amersfoortse economie valt. Het is de economie van het Soesterkwartier. We hopen dat het Soesterkwartier de eerste Florijnwijk van Nederland wordt. Leuk dat je weer hebt gekeken. Volgende week zijn wij natuurlijk gewoon weer. En als je ons wilt volgen, dat kan op Twitter. @033_Eva.